Hoi allemaal en leuk dat jullie allemaal kijken naar deze eerste video van 2022. En wat is het afgelopen jaar toch voorbij gevlogen. Ik vond het in ieder geval echt super snel gaan. Ik heb heel veel mooie dingen mogen meemaken. En ik heb helemaal zin om in 2022 weer nieuwe dingen te gaan beleven. Lekker met Poppy en Lonnie en natuurlijk ook met Liv. Want als het goed is komt Liv dit jaar ook naar onze stal toe. Daar heb ik echt ontzettend veel zin in. Voor nu zal dat nog zeker ruim een half jaar duren. Dus niet getreurd, maar dit jaar hopelijk komt Liv dus ook naar onze stal toe. Dus er komen dit jaar hele toffe dingen aan. Dus ik heb helemaal zin in dit jaar. Hopelijk hebben jullie ook allemaal een fijne jaarwisseling gehad. En hebben jullie het allemaal super leuk gehad. Ondanks de maatregelen dat we gewoon nog in de lockdown zaten. Maar hopelijk hebben jullie wel gewoon een fijne jaarwisseling gehad. En kijken jullie ook terug op een mooi 2021. Ik in ieder geval wel. Ik wil jullie ook nog hartstikke bedanken voor alle support vorig jaar. Alle lieve berichtjes altijd. Dat doet me altijd heel erg goed. Maar vandaag heb ik dus een hele leuke Q&A voor jullie. En dit had ik dus op Instagram gevraagd. En op YouTube zelf ook gevraagd. Want vorige week was er dus geen video online gekomen. Maar had ik wel zo'n YouTube post online gemaakt. Bij dat community, dat blokje daar. En toen had ik ook gevraagd of jullie nog een aantal leuke Q&A vragen hadden. Ik dacht, hoe gaan we het nieuwe jaar beginnen? Ik dacht gewoon met de Q&A, dat is altijd wel leuk. Dus ik heb de vraag hier op mijn telefoon. Dus laten we snel gaan beginnen. Hoi, ik ben Jorne en samen met mijn ponies Poppa en Londen beleef ik de leukste dingen. Beleven jullie onze avonturen gezellig mee? Ik heb dus echt super veel vragen binnengekregen. Hartstikke bedankt daarvoor. En het zijn ook heel veel verschillende vragen. Dus het gaat over Pop, over Londen, over Liv. Maar volgens mij ook nog iets over school of zo had ik voorbij zien komen. Of over mijn normale leven. Dus dat is juist hartstikke leuk. Allemaal verschillende vragen. En de eerste vraag is gelijk wel heel erg leuk. En daar kan ik ook heel veel over vertellen. Namelijk, hoeveel stallen worden er bij jullie bijgebouwd? En stel er zijn er genoeg, komen jouw ponies dan ook in de nieuwe stallen te staan? In plaats van de stallen waar ze nu staan. En komen er ook andere paarden bij jullie op stal? Nou, er worden dus 3 nieuwe stallen bijgebouwd en 1 opslagstal. Wanneer alles helemaal af is, de ponies worden dus ook eerdags verhuisd. Dan zal ik er wel een uitgebreide vlog van maken met een staltour erbij en hoe alles eruit ziet. Dan zal ik dat ook wel voor jullie maken. Dus dat komt denk ik volgende week of die week daarna online. Bijna dus al. En alle 2 mijn ponies gaan dus naar de nieuwe stallen toe. En Liv die staat natuurlijk nu nog steeds in de opfok. Daar blijven ze ook gewoon nog een paar maanden staan. Dus Liv komt sowieso het eerste half jaar sowieso nog niet op deze stal. Dus voor Liv is er nu ook nog helemaal geen plek vrij. Over een paar maanden zal er natuurlijk gewoon plek vrij zijn voor Liv. Want dan staan wij ook nog steeds op deze stal. Maar voor nu gaan dus alle 2 mijn ponies gaan dus naar de nieuwe stallen. En dan komen dus de oude stallen vrij te staan. En dan komen er dus nieuwe paarden. Dus er komen ook wat meer pensioenklanten. Maar wij gaan dus lekker naar de nieuwe stallen. Heb ik ook mijn eigen opslagstal. Dus met zadelkamer en zo en alles zelf met mijn voer. Dus dat vind ik wel heel erg fijn. Dus de ponies komen lekker in een buitenstal te staan. Natuurlijk staan ze wel binnen. Maar als je het luik open doet dan kunnen ze lekker naar buiten kijken. Dus dat is wel heel fijn. Dus ik ben heel benieuwd hoe de ponies het ervan gaan vinden. Ik ben ook benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. Want jullie hebben nog bijna niks gezien. Wel eens een klein stukje in de vlog. Maar niet heel veel. Want het is echt super mooi geworden. Allemaal geschilderd. En het ziet er echt veel mooier uit dan dat het er al uitzag. Dus daar komt binnenkort dus een video over online. Dan ga je nog een keertje langs bij Chameur. Nou, ik ben zeker van plan om dat te doen. Ik zou eigenlijk met kerst zou Anne meedoen met In de Beukers volgens mij. Dan zou ik dan misschien even komen kijken. Maar ja, door corona is dat ook allemaal niet doorgegaan. En de afgelopen tijd had ik ook niet heel veel tijd. Maar ik zal zeker in het nieuwe jaar weer een keertje heen gaan. Dat vind ik ook wel leuk, want ik mis hem natuurlijk nog steeds. Maar gelukkig gaat het super goed bij Anne. Dus dat is wel heel erg fijn. Hey Johanne, weet je al wanneer je Popeye gaat verkopen? En zou je er dan, als Popeye verkocht is, nog een nieuwe paard of pony bij willen? Nou, Popeye wordt de komende maanden nog even niet verkocht. Uiteindelijk wordt Popeye dus wel in dit jaar 2022 verkocht. Wanneer dat zal zijn, weet ik nog niet. Ik wil sowieso nog een keertje lichte tour starten. Dus daar gaan we lekker voor trainen. Mag ik met mijn slipjas rijden? Echt super gaaf. Die komt dus hopelijk ook over een paar weken binnen. Dus daar zal ik ook wel even een mooie wedstrijdvideo van maken. Dat wordt echt heel tof. Maar in ieder geval wordt Popeye sowieso dit jaar wel echt verkocht. En of ik er dan een nieuw paard of pony bij zou willen, voor nu denk ik het nog niet. Het hangt er ook net vanaf wanneer Pop verkocht is en hoeveel weken slash maanden dan nog duurt voordat Liv naar onze stal toe komt. Dat is allemaal een beetje afwachten, maar voor nu denk ik het niet. Maar ik denk als Pop weg is en het duurt nog heel lang voordat Liv er komt,
dan denk ik dat we me wel een beetje gaan vervelen. Dus misschien dan een trainingspaard of een trainingspony of een handelsponnetje of zo. Maar ik denk niet echt een paard voor langere tijd, zeg maar. Maar misschien ook wel, ik weet het nog niet. Voor nu denk ik dus niet. Welk bewerkingsprogramma gebruik je voor het editen van je video's? En edit je ook je video's zelf? Nou, ik gebruik dus iMovie. Dat staat dus op de MacBook. Super fijn, ik heb zo'n lekkere grote computer. Dus iMac heet het, sorry. Ik had eerst zo'n kleine MacBook. En die werd super traag, want ik bewerkte natuurlijk heel veel filmpjes. Al mijn video's gingen daarheen. En dat ding zat altijd vol. Dus heb ik nu sinds een paar maanden heb ik dus deze computer. Het is echt super fijn. Het werkt super goed. Mijn video's zijn zo geüpload. Binnen 10 minuten staan ze op YouTube. Echt super fijn. Ik edit het dus ook allemaal zelf. Dus in de app iMovie. Echt super fijn. Doe ik al vanaf het begin. Dat staat ook gewoon standaard op een Apple telefoon. Dus daar ben ik ook mee begonnen. En ik doe het nog steeds omdat ik gewoon weet hoe alles werkt. Wat zou je met Liv willen bereiken? Nou, heel veel. Liv hebben we eigenlijk gekocht als mijn toekomstpaard, hopelijk. Voor heel veel jaren. Liv is nu natuurlijk nog heel erg jong. Ze wordt dit jaar pas 3. Ik wilde volgend jaar zeggen, maar het is het nieuwe jaar. Ze wordt dit jaar dus pas 3 in juni of juli. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben het een beetje vergeten. Maar ze wordt sowieso de komende maanden nog geen 3. Dus ze is nog super jong. Maar hopelijk kan ik vanaf 2023 lekker met haar gaan rijden. Hopelijk is ze dan zadelmak en staat ze lekker bij ons op stal. Eind dit jaar. En dan kunnen we lekker met Liv gaan rijden. En lekker op wedstrijden, jonge paardenwedstrijden rijden. En ja, wie weet is het dan een supergoed paard. En zijn we een goed team? Is de klik goed? Ben ik helemaal happy met Liv? Sowieso voor nu wel. Ik vind het echt een heel leuk paard. Ze is heel lief, heel zorgzaam. En tot nu toe doet ze het ook echt supergoed. Dus ja, ik hoop dat dit wel mijn toekomstpaard wordt. Dus ik hoop het hoogst haalbare met haar te behalen. Wanneer gaat Liv bij jou staan? Nou, dat weten we zelf eigenlijk ook nog niet zo goed. De komende maanden sowieso nog niet. Maar ik hoop dat ik in 2023 haar op stal heb. Dat ze zadelmak is. Dat ik er lekker zelf mee kan rijden. En dat we dus vanaf volgend jaar echt wedstrijden gaan kunnen rijden. Dus ja, we weten nog niet precies. Maar zodra ik daar meer informatie over heb en zodra we dat weten, dan laat ik dat jullie natuurlijk ook weten. Want dat is wel heel leuk. Want dan kunnen we heel veel leuke video's gaan maken met Liv. Ik heb er al helemaal zin in. En ik had verwacht dat het echt wel zou tegenvallen met hoe lang de maanden zouden duren. Maar ik heb Liv nu al 3 maanden volgens mij. Sinds eind oktober. En het is nu al begin januari, dus november, december. Over 2 weken heb ik haar al 3 maanden. Of misschien zelfs wel langer. Nou, ik vind dat best snel gaan. De tijd vliegt voorbij. En tuurlijk had ik het liefst morgen al op haar willen rijden. Maar ja, je hebt er ook weer daarvoor gekocht dat je nog weet dat het heel lang duurt. Dus het is ook niet dat je denkt, oh, ik ben echt wel aan het aftellen. Nee, ik weet gewoon dat ze nog heel jong is. Dus dat het gewoon nog even duurt. Maar voor nu vind ik het best meevallen met hoe ongeduldig ik al word met dat ik op Liv wil rijden. Lijkt me nu ook nog niet zo'n handig idee. Ze is nog niet zadelmak. Dat was ook al een vraag die had ik voorbij zien komen. Maar ik ga Liv zelf niet zadelmak maken. Maar ik ga er wel zelf opleiden. Dus ik zorg gewoon dat als Liv bij ons op stal staat, dat ze zadelmak is. Dat je er gewoon lekker mee kan rijden. Natuurlijk dat je alles super rustig aan moet doen. Eigenlijk hetzelfde als wat ik met Londen ook heb gedaan. Die was 2 weken zadelmak. Maar dan is het wel vertrouwd voor hun en dan weten ze wat je bedoelt als je een zadel oplegt. Dan hebben ze dat eerste stapje gewoon al en dan hebben ze daar gewoon vertrouwen in. En dat voelt voor mij ook fijner. Dus daarom wil ik er wel door iemand laten zadelmak maken. En dan de rest ga ik lekker zelf doen met mama en Kelly. En wordt denk ik heel leuk, hoop ik. van wat voor merk zijn je sporen? Nou, ik krijg eigenlijk altijd met de sporen van Sprenger en van Techstrips. Mijn beugels zijn natuurlijk van Techstrips. Daar had ik vorig jaar 2 paar van gehad. Het zijn super fijne beugels. En toen heb ik er ook van die kleine knopspoortjes bij gekregen. Dus met de training rijd ik met die sporen. En op wedstrijd rijd ik met van die Sprengersporen met van het rubber eromheen. Die zijn echt heel fijn. Ze zijn wel wat duurder, maar het is een super goede kwaliteit. En ze zijn super makkelijk schoon te maken. Dat rubber gaat niet stuk. En ze blijven ook goed op de plek zitten bij je laars. Dus ik vind het echt hele fijne sporen. Sprengersporen dus. Wat zijn je doelen voor volgend jaar? Dus voor dit jaar, want ik had de vraag al eerder gevraagd aan jullie. Nou, wat zijn mijn doelen voor dit jaar? Ik hoop dat ik hele mooie wedstrijden mag rijden en dat corona hopelijk het allemaal een beetje toelaat. Mijn doel is dus met Popeye, Prince & George starten.
En met Londen sowieso M1 starten. En ik hoop dat de kampioenschappen ook doorgaan volgende maand. Dat lijkt me echt super gaaf. Want dan kan ik daar ook eindelijk een keer met Londen aan meedoen. Want die heb ik inmiddels dan ook al anderhalf jaar nu. En ja, het lijkt me toch wel leuk om ook een keertje mee te doen aan de regiokampioenschappen. En wie weet wel een NK bijvoorbeeld. En dan wil ik van de zomer waarschijnlijk M1 gaan rijden. Want nu rijd ik nog L2. En dan na de zomer wil ik lekker set gaan rijden. En ik weet nog niet of ik dan bij de ponies blijf rijden. Of dat ik dan ook al junioren ga bij de paarden. Maar het is net allemaal hoe het loopt, hoe het gaat. En dat zien we dan wel. Maar voor nu is het gewoon lekker veel ervaring opdoen met Londen. En met Popeye dus Prince & George starten. Bij de ponies ga ik waarschijnlijk niet meer starten. Nou, dat weet ik eigenlijk wel zeker. We gaan gewoon lekker nog genieten van hem. En dan zal die dus helaas dit jaar in de verkoop komen. En dan met Liv. Ja, wat mijn doelen zijn is hopelijk dat ik er eind van het jaar een keertje opgereden heb. Dat lijkt me wel heel gaaf. En voor social media is mijn doel om zeker dit jaar de 40.000 volgers te halen. Op Instagram, ik denk dat dat wel moet lukken. En op YouTube hoop ik er ook heel veel bij te krijgen. Dus allemaal abonneren. En met school hoop ik dat ik overga naar 5 HAVO. Dat is wel mijn doel voor nu. Moet ik wel nog een beetje mijn best doen. Nou, het gaat wel redelijk goed, maar ik moet er niet te makkelijk over nadenken. Hoeveel Capitalia's heb je gehad? Ik heb er in totaal 6 gehad en ik heb er nu nog 4. Oh, het is best wel erg om zo te zeggen. Ik heb 4 Capitalia's. Echt superveel. Maar ik ben er iedere dag echt hartstikke blij mee. Ze zijn allemaal super mooi met lak, glitters, noem het maar op. Echt een droom gewoon om zoveel mooie Capitalia's te hebben. Welke pony is het meest talentvol? Nou, Champ was wel echt een hele goede pony. Die kon super goed springen, nog steeds. Dus Champ was heel talentvol. Butterfly deed eigenlijk ook altijd super goed. Fabian was ook best wel een goede pony. Die was heel constant. Dus daar kon je altijd wel gewoon constante proeven mee rijden. En Poppa, ja, dat is natuurlijk wel de topper. Die doet het wel extra goed. Op internationale wedstrijden, maar ook gewoon hier nationaal tussen de paarden doet hij het super goed. Dus Poppa is een hele talentvolle pony. En ik denk ook wel dat Londen zeker het wel in haar heeft. Maar ja, dat gaan we allemaal zien hoe het dit jaar uitpakt. Misschien wordt het wel een supergoeie pony ineens, net zoals Popeye. Gaat ze ook lekker draven en zo. Maar daar heb ik echt wel vertrouwen in, want ze doet het met de training ook zo supergoed. En Kelly zegt ook al door mijn trainster, nou joh, ik denk echt dat dit een hele leuke pony wordt. / paard, het is net een beetje op het nippertje. Maar we houden nu gewoon nog lekker pony, want dan kunnen we gewoon nog bij de ponies rijden. Maar ik denk zeker dat Londen ook een hele goede pony gaat worden. Heb je ooit gesprongen met Popeye? Ja, zeker heb ik wel eens gesprongen met Popeye. Daar heb ik ook wel eens een video van gemaakt. Volgens mij vorig jaar, ja, dat is alweer dat jaar daarvoor natuurlijk. 2 jaar terug in 2020. Halverwege het jaar of zo. Een beetje toen corona net een paar maanden bezig was. Toen heb ik wel eens met Pop gesprongen. Daar heb ik ook een video van gemaakt. Dus die kunnen jullie wel een keer terugkijken. Dat is echt heel leuk. Heb je nog wensen en ben je gelukkig? Nou, ik ben hartstikke gelukkig. Iedereen uit mijn familie is gezond. Met de paardjes gaat het goed. Ik denk dat ik echt wel een heel mooi leven heb. Zo met social media, dat het allemaal goed gaat. Ik heb allemaal mooie spullen die ik wil. Waar ik hard voor gewerkt heb. En waar mijn ouders hard voor werken. Ik heb super lieve broertjes en zusjes. Ik heb een leuke familie. Iedereen is dus gezond. En ja, dat is wel heel belangrijk. Ik denk dat ik dat al wel gelukkig kan noemen. En of ik nog wensen heb. Ja, je hebt altijd wel een wens, maar met wat ik nu allemaal heb, ben ik al heel gelukkig. Ik denk dat mijn wensen een beetje zijn dat mijn doelen voor dit jaar uitkomen. Dat zou ik wel heel leuk vinden. Kan je je kledingkast van je rijkleding laten zien? Oh, het is wel een beetje een troep op dit moment. Als ik het een keer opgeruimd heb, ga ik dat een keer op Instagram laten zien. Ja, dat is een goed idee. Dan komt dat een keer in mijn story. Ik denk dat dat wel een goed idee is. Misschien kan ik wel een keer een paardenkasttour maken. Natuurlijk op stal heb ik dat wel eens gedaan, maar misschien gewoon van thuis. Als jullie dat leuk vinden, doe even een blauw duimpje omhoog. Dan ga ik een keer al mijn paardenkleding laten zien. Dat is wel leuk. Ja, allemaal in je vrije tijd. Heel veel dingen. In mijn vrije tijd doe ik afspreken met vriendinnen, leuke dingen doen, video's editen, dingen doen voor Instagram en YouTube en zo. Allemaal leuke samenwerkingen. Feestjes, gezellig hier gewoon met mijn gezin thuis een film kijken.
ja, allemaal dat soort dingen. Gewoon lekker mezelf zijn, lekker jong zijn, gewoon gezellig met vrienden en allemaal leuke dingen doen. Maar natuurlijk ook werk ik gewoon in mijn vrije tijd bij mijn ouders, maar ook aan YouTube en Instagram. Dus ik doe genoeg in mijn vrije tijd. En natuurlijk ook gewoon paardrijden, dat doe ik eigenlijk ook in mijn vrije tijd, want het is mijn sport, maar ook tegelijkertijd mijn hobby natuurlijk. Dan vraagt mijn sponsor Kaylee, PJ Photographs, wat zou je nog op stal willen hebben wat er nu niet is? Nou, dat is sowieso een solarium. Dat wil ik echt nog heel graag op stal. Dat lijkt me zo lekker als je gewoon zo'n warmtelamp voor je paard op stal hebt. Als je ze gewassen hebt, kunnen ze lekker daar warm onder staan, lekker drogen. Dat is iets wat zeker op mijn verlanglijstje staat, maar ook op die van mijn moeder. Want wij zeuren echt al sinds dat we paarden hebben, dat we een solarium hebben. Dus wie weet gaat onze droom ooit nog uitkomen. Dan een hele leuke vraag. Betaal je mee met de kosten van je ponies of betalen je ouders dat? Nou, de stallingkosten, dus de maandelijkse kosten, betalen eigenlijk altijd mijn ouders wel. Maar ik betaal zelf ook wel eens wat spullen die ik koop. Dus het is niet dat mijn ouders dat alleen maar betalen. En dat was ook wel een leuke vraag, die had ik laatst al een keer gehad. Betaal je inschrijfgeld zelf? Nou, in principe betalen mijn ouders dat altijd. Maar stel, ik win 20 euro wedstrijd, dan doen we dat altijd in de vrachtwagen, in de portemonnee. En dan kunnen we daar gewoon weer een wedstrijd van betalen. Dus vroeger mocht ik dat geld altijd houden, maar ja, ik vind het ook wel gewoon zo netjes om dat gewoon weer voor de volgende wedstrijd te betalen. Dus dat doen we eigenlijk tegenwoordig. En op internationale wedstrijden, als je dan prijzengeld wint, voordat je weggaat van een internationale wedstrijd, moet je betalen. Want anders kom je terrein niet af, dus je hebt geen andere keus. En als je dan bijvoorbeeld over 3 dagen 120 euro hebt gewonnen, dan halen ze die 120 euro van het betaalde bedrag af dat je nog moet betalen. Dus normaal kost een internationale wedstrijd altijd alleen het startgeld, niks daaromheen. Alleen het startgeld en de stalling dat je paard daar staat is meestal rond de 500 euro. Dus stel je wint dan 120 euro over de hele wedstrijd, dan moet je nog 380 euro betalen. Dus zo gaat dat op een internationale wedstrijd. Dus dat mag ik ook niet zelf houden. Vind ik eigenlijk wel goed dat ze dat uiteindelijk weer van het inschrijfgeld afhalen, want dan blijven de kosten toch iets lager, ook al zijn ze natuurlijk best al wel hoog. Welke schoenmaat heb je? Nou, ik heb schoenmaat 40. Ik heb best wel grote voeten, maar aan de andere kant valt het ook wel weer mee. Dus volgens mij hebben wel heel veel mensen schoenmaat 40. Maar soms dacht ik wel eens, al had ik maar 38 of 39 of zo. Dat klinkt leuker als 40, vind ik. Dan nog wel een leuke vraag over de nieuwe paardenstallen. Waarom zijn de nieuwe stallen gebouwd? Nou, de eigenaren vonden het eigenlijk zo leuk dat ze dachten, we gaan er nog 3 stallen bij bouwen. En dan kunnen we misschien wat mensen nog extra in pensioen nemen. Dus het is eigenlijk meer een uitbreiding van de stal, omdat ze het eigenlijk heel erg leuk vinden. Oh, dit is ook wel een leuke vraag. Heb je wel eens een meningsverschil met betrekking tot je ponies met je moeder? Nou, ik denk dat ieder kind wel eens een discussie met zijn moeder heeft. En ook ik luister niet altijd naar mijn moeder. Als ik aan het rijden ben en het gaat niet goed en mijn moeder die zegt je moet dit doen of dat doen, ja, dan geef je soms ook wel eens een grote mond. Maar de laatste tijd doe ik dat eigenlijk niet echt meer. Je wordt daar op een gegeven moment ook wel wat volwassener in dat je dat niet meer doet. Maar vroeger had ik daar soms wel eens een meningsverschil over. Maar dat was dan meer met het rijden dat ik dan gefrustreerd ben. Maar eigenlijk om het rijden heen hebben we eigenlijk nooit echt een meningsverschil. Dan gaat het eigenlijk altijd wel goed. Dus alleen heel soms met het rijden. Word je vaak op straat herkend en worden dan ook handtekeningen gevraagd? Nou, meestal op straat niet echt, maar op wedstrijden kom ik het wel steeds meer tegen en dat vind ik echt super leuk. Dus kom je mij nou nog een keer op wedstrijd tegen, wil je een foto van me of een handtekening van me, vraag het dan gewoon. Natuurlijk niet als ik met mijn paard bezig ben, maar als ik klaar ben met de wedstrijd, mag je natuurlijk naar mij toe lopen en mag je me gewoon storen om te vragen of ik een foto met je wil maken of dat je mijn handtekening wil. Dat vind ik juist alleen maar hartstikke leuk. Ja, dit vind ik ook echt een superleuke vraag. Heb je een navelpiercing? En ik zei laatst tegen mijn moeder, hoe weten hun dat allemaal? Maar ik heb dus een TikTok-account en daar had ik toen zo'n kort truitje aan. En daar zag je denk ik mijn navelpiercing. Want ik dacht ineens echt, huh, waar komen al die vragen vandaan? Maar ik heb dus sinds kort een navelpiercing. Ik heb hem sinds 30 november. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb er geen last van gehad. Het voelt in het begin wel een beetje raar, omdat je ineens wat voelt zitten. Maar het doet totaal geen pijn. Het laten zetten vond ik ook helemaal geen pijn doen. Dus ja, ik ben er eigenlijk hartstikke blij mee. Ik vind het ook heel mooi. Hij ontsteekt ook niet en ik maak hem gewoon goed schoon. En dat is eigenlijk al, ja, voldoende om hem gewoon schoon te houden. Dus eigenlijk heb ik er ook geen last van gehad. Ook niet met rijden.
Dus wil je er nou nog één, maar twijfel je erover met het rijden? Het doet geen pijn. Dan een vraag, kan je weer een JNA Dressage Cup organiseren? Nou, ik heb er wel nog weer een tijdje over na zitten denken. Maar toch, iedere keer valt het me best wel weer tegen hoeveel werk het is. En ik vind het natuurlijk super leuk om te doen, maar ik heb het gewoon onwijs druk met school. En ik moet me daar echt goed op blijven focussen, omdat dit gewoon iets boven mijn niveau is. En als ik er te makkelijk over ga denken, ja, dan haal ik het jaar echt niet. Dus ik denk dat ik het van de zomer zeker wel weer wil gaan doen. En stel het gaat de komende weken gewoon goed met school, dan wil ik er ook nog wel over nadenken. Want ik vond het voor de rest wel heel erg leuk, maar het is gewoon meer dat het heel veel tijd kost. Maar ik vond het zeker al hartstikke leuk om prijzen weg te geven en jullie proefjes na te kijken, want ik leer er zelf ook ontzettend veel van. Dus ik ben zeker van plan om het nog een keer te gaan doen, maar wanneer dat zal zijn, dat weet ik nog niet. Maar dat maak ik dan natuurlijk bekend op Insta en op YouTube. En dan de volgende vraag. Had je toen je Popeye kocht verwacht dat je zo ver zou komen? Dat is ook wel een hele leuke vraag. Nee, ik heb nooit verwacht dat ik zo ver met Popeye zou komen. Mijn doel was wel altijd om internationaal te rijden toen ik hem kreeg. Maar ja, dat ik dat zou halen was alleen maar een droom voor mij. Dat had ik nooit verwacht dat ik zo ver zou komen. Dat ik zoveel mooie titels heb kunnen behalen. En dat ik bij de paarden heb kunnen starten, heb ik überhaupt nooit over nagedacht. Maar nu ik dat heb gedaan, ben ik er ook wel echt heel trots op. Dus ik heb zeker heel veel mooie dingen met Pop al mee mogen maken. En ik hoop dat er ook nog een paar mooie herinneringen aankomen voordat helaas ons avontuur is afgelopen. Maar voor nu ben ik zeker heel blij met alle dingen die ik heb meegemaakt met Pop. En ik had dat nooit verwacht. Maar daardoor is het denk ik juist alleen maar cool dat ik dit allemaal heb meegemaakt. Want als je het niet verwacht, dan komt het juist allemaal als een verrassing. Maar mijn doel is voor nu dus nog lichte toerrijden, Prince & George dus. En dan, ja, dan is mijn verlanglijstje met allemaal doelen die ik met Pop wilde halen, is dan wel echt behaald. En dan kan ik ook wel terugkijken op een paar hele mooie jaren met Pop. Nou, ik heb echt super veel vragen beantwoord. Dit waren weer hele originele vragen. Ik dacht, hopelijk is een Q&A wel leuk, want meestal worden er wel dezelfde vragen gesteld. Maar dit zijn heel veel verschillende vragen geweest. Dus ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie de eerste video hartstikke leuk. Doe dan zeker een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder niet te abonneren. En dan komt er volgende week of die week daarna komt er een superleuke nieuwe stalvideo online. Dan laat ik jullie alles zien hoe het eruit ziet, hoe de ponies er staan. Ja, dat is denk ik wel een goed idee, want ik denk dat jullie ook wel heel erg benieuwd zijn. Dus heel erg bedankt voor het kijken en tot volgende week. Doei doei!